Ik open de vergadering van de commissie voor de Rijksuitgaven. We hebben een procedurevergadering en die begint met agenda punt 1, de commissie regeling van werkzaamheden. Daar zijn geen aanmeldingen. De besluitenlijst van vorige keer kunnen wij vaststellen onder agenda punt 2. De brievenlijst onder agenda punt 3 bevat geen binnengekomen brieven van derden. Dan agenda punt 4, de Europese rekenkamerrapporten. Daar geen opmerkingen over. Agenda punt 5, algemene rekenkamerrapporten. Voortouw ligt bij andere commissies. Geen opmerkingen daarover. Agenda punt 6, de beleidsdoorlichtingen en de zogenaamde IBO's. Geen opmerkingen over. Dan komen we bij agenda punt 7. Daar is een stafnotitie bijgevoegd, aangehouden ook van een vorige keer dit punt, van mevrouw Van Dijk en ondergetekende. Zijn daar nog opmerkingen over? Dan gaan we de brief sturen. Dank u wel voor dat vertrouwen. Dan gaan we naar agenda punt 8. Reactie op verzoek van de commissie over de planning van het ministerie van Financiën voor dit jaar. Zijn daar opmerkingen over? Hij is betrokken bij de strategische procedurevergadering. Dan gaan we naar agenda punt 9. De opzet van de taskforce verbetering financieel beheer van de minister van Financiën. Ter bespreking en een van de bullets daar bevat de suggestie om dit gezamenlijk met de financieel-economische zakenafdelingen te combineren in de technische briefing. Ik zie geknik. Dan gaan we dat op die manier organiseren. Agenda punt 10. Antwoorden op de vraag van de commissie over het verslag van de rapporteur over het jaarverslag Financiën en Nationale Schuld. Het voortouw ligt bij Financiën, maar hij staat ook hier geagendeerd. Geen opmerking, dit was ter informatie. Dan de brief aan de Kamercommissies voor de behandeling van de ontwerpbegrotingen. Kunt u instemmen met die behandelwijze? Ik zie daar geen opmerkingen over, dan gaan we die zo versturen. Dan de déchargebrief voor de verantwoording 2021. Zoals u ziet een redelijk recht toe, recht aan brief. Terwijl het dit jaar geen recht toe, recht aan proces was. En als u zou willen om er iets aan toe te voegen aan de brief, dan kan dat, maar het hoeft niet. Want iedereen, er zijn geen echte moties ingediend die kanttekeningen plaatsen. Dus het is denk ik niet gepast helemaal om daar als commissie nu opeens een twist aan te geven. En dat is verder aan ieder voor zich. Maar het advies van de commissie is om de charge te verlenen. Ja, de heer Okaya. Maar we staan wel met inachtneming van de gedane toezeggingen en het debat natuurlijk, toch? Dus dat is wel een belangrijke kanttekening, denk ik. Zeker. Daar heeft u ook al helemaal gelijk in. Dan gaan we naar agenda punt 13 en dan staat deze morgen op de stemmingslijst. Agenda punt 13, suggesties voor het focusonderwerp. Verantwoording begrotingsjaar. Daar hebben we vorige keer een wat informerende discussie over gehad. Dat is in deze notitie beland. Die moet ook worden vastgesteld voor de zomer nog. De twee suggesties eigenlijk die eruit kwamen vorige keer waren 2.27 en de compenserende maatregelen. En als ik mag invullen, mijn suggestie zou zijn om 2.27 te doen. Omdat inderdaad de compensatiemaatregelen stijgende energieprijzen toch op niet op alle begrotingen ziet. Maar we hebben deze discussie vorige keer even aangeraakt en zouden nu besluitvormend doen. Dus ik leg hem ook graag aan u voor welke voorkeur u heeft. 2.27. Ik zie geknik op 2.27. Dan gaan wij de heer Van der Lee informeren dat wij voor 2.27 hebben gekozen. Oké, doen we dat. Al dus besloten. Dan de ramingkalender is toegevoegd ter informatie. Doe er uw voordeel mee. Ook toegevoegd ter informatie is een onderzoek naar de maatschappelijke kostenbaatanalyse en brede welvaart in het najaar ook te betrekken bij onze verdere activiteiten op dat gebied. Nou, daar had ik inderdaad een korte vraag. Ik ben blij dat de voorzitter dat zegt, dat we het gaan betrekken bij de activiteit op dat gebied, want er staat nu alleen ter informatie. En ik vroeg me inderdaad even af, wat gaan we ermee doen? Ik zou er wel wat iets meer mee willen doen dan ter informatie. Maar de woorden van de voorzitter stellen mij wel gerust. Ja, te betrekken.
Dus dat is vooral door de leden zelf te betrekken. En er komt nog natuurlijk ook nog een nadere brief van het kabinet. En dan kunnen we daar weer een behandeling op wijzen. Bij de briefing die er nog komt, kunnen we daarbij er vragen over stellen. En ik neem aan dat er ook van de andere kant iets over zal worden gezegd over dit onderzoek. Maar als we er meer ook echt iets mee willen in een debatsfeer of een andere sfeer, dan zullen we dat op een later moment moeten besluiten. Dan gaan we naar agenda punt 16, de geplande activiteiten. Zoals u ziet zijn dat bijzonder veel procedurevergaderingen. Waar we naar aanleiding van de strategische procedurevergadering zorgen dat er begin september een voorstel ligt om dat op een praktische manier vorm te geven. Conform de afspraken daarover in de strategische procedurevergadering. Dan zijn er geen toegevoegde agendapunten. Geef ik de gelegenheid voor de rondvraag. Die is er niet. Geen besloten deel. Dan dank ik u allen hartelijk en hebben wij geen bloemen, maar wel een fijn reces toegewenst.